Hoi allemaal en welkom bij het derde deel van het tekenen van zelfportret in dit geval. Mijn eigen gezicht. En wat je ziet hier is dat je verschillende manieren kan kijken. Bijvoorbeeld naar schaduwen, maar natuurlijk ook naar lijnen en Rayleigh-lijnen. Ik zal hem eens dichterbij houden hier. En dan kun je duidelijk zien dat het licht van rechts komt en de schaduwen dus aan de linkerkant vallen. Het is ook het trois-quarts, het driekwart portret. En dat kun je ook goed zien, want ik kijk niet super recht van voren, maar een beetje driekwart. En hier zie je al die Rayleigh-lijnen, waar we dus zo druk mee bezig zijn geweest de afgelopen lessen. En je ziet ze hier werkelijk eigenlijk ontstaan. Als je kijkt naar de schaduwlijnen en je trekt dan zachtjes die Rayleigh-lijnen over de foto die je maakt van je eigen gezicht, dan kun je daadwerkelijk zien wat daar gebeurt allemaal met die spieren. En in de vorige les keek ik heel neutraal. Ik heb hier gekozen voor een iets meer een glimlach. En je ziet ook dat de lijn van de ogen loopt schuin weg. Dus het hoofd is heel iets gekanteld. De linkerkant is 2,8 centimeter en de rechterkant is 3,8 centimeter. Dus een verhouding ongeveer van 3 staat tot 4. Eerst begin ik met de ovaal. Dus een beetje een ellipsvorm. En dan ga ik deze, zeg maar, de zijkanten van het hoofd. Dus eigenlijk probeer ik eerst de grove vorm van het hoofd te bepalen. Dan trek ik vanaf de haarlijn een lijn naar beneden. Die deel ik in 3 gelijke delen. En het onderste deel verdeel ik ook weer in 3 gelijke delen. Dan haal ik mijn hulplijntjes een beetje weg. En dan kun je dus al die Rayleigh-lijnen gaan zien. Wat je ook ziet, dat zijn de, zeg maar, de hoeken waarin de ogen vallen. Dus ook die lijnen kun je erin zetten. En dan zet ik al vrij vlot de neuslijn erin, zodat ik een beetje kan bepalen hoe de ogen zich verhouden ook weer tot die neus. En als je ook kijkt naar de neus, en dat zag je ook in de vorige tekenles, het linker neusgat is duidelijk iets kleiner dan het rechter neusgat. Dan, wat ik verder zie, is rechts kun je redelijk het oor zien, terwijl die links eigenlijk helemaal wegvalt. Je ziet nog net het oorlelletje en het rechteroor is natuurlijk wel te zien. Ik bepaal ook hoe breed ongeveer de mond is. En als je loodrechte lijnen naar boven trekt, dan weet je ongeveer ook waar dan straks de irissen moeten gaan komen. Ik teken de lip erin, de bovenlip. En wat me hier opvalt bij de onderlip, is dat ik een vrij smalle onderlip heb. Dan het schuine stukje onder die onderlip en de ovaal voor de kin. Dan gaan we eens verder op zoek. En ik trek dan een rechte lijn die dus iets naar boven gaat, want mijn hoofd is heel licht gekanteld. Zodat ik weet waar straks de... Oh, hallo. Hallo, mercy. Dat was de kat. Zodat ik straks weet waar de ooghoeken komen. Ik teken ook het voorhoofd vast erin. En dat zijn dus allemaal die bepaalde Rayleigh-lijnen, zoals aangegeven. Dus nog steeds op zoek naar de grote vormen. Dan kijk ik even naar de buitenste contourlijn. En die kan ook heel bepalend zijn. Sommige mensen hebben een heel rond gezicht. Sommige mensen hebben een heel recht of lang gezicht. Dus ook daar hou ik nu al een beetje rekening mee. Verder teken ik ook een klein beetje in van de hals en het colbertje wat ik aan heb. Want het is wel fijn als het hoofd een plaatsje krijgt op een romp.
dus. Maar het is allemaal schetsmatig, dus werk het allemaal nog niet te veel uit in het begin. Het zijn puur schetsjes. En het is eigenlijk meer het trainen van de oog-handcoördinatie. Dus dat is het belangrijkste. Verder zie ik hier een duidelijke lijn voor de schaduw bijvoorbeeld. En deze tekenles is ook helemaal één op één natuurlijk terug te vinden op mijn Patreon-pagina. Waar ik teken en praat tegelijkertijd. Deze film is ietsje versneld. Nou, verder valt op dat de rechterkant is iets meer opgetrokken, zeg maar. Dus ik heb een glimlach, min of meer. Dus ook daar hou ik alvast rekening mee. En verder is dit dus die spier die ervoor zorgt dat je een brede glimlach kan maken. Ik teken ook even het glimmertje in op de neus. En dit is dus die haarlijn. En ik ga ook alvast de grove vorm van de manier waarop het haar om het hoofd heen valt, die teken ik er ook in. Ik ga dus niet helemaal haartje voor haartje tekenen. Ik zet gewoon even grofweg ongeveer de vorm erin van mijn haar. Hier zie je een haarlokje. En die valt iets naar voren. Dus voor het voorhoofd langs. Dus wel een leuk detail. En dat maakt je tekening ook een beetje speels, zeg maar. Dus in dat haar zit heel veel beweging. En daar kun je dan dankbaar gebruik van maken. Tijdens je schets. En ik ga deze schets verder ook helemaal niet uitwerken. Ik ben meer op zoek naar... waar ligt wat, zeg maar, en hoe zou ik dat indelen? En daarna zou ik dan nog veel meer schetsen gaan maken. En dan zal ik ook merken dat ik dat die steeds beter zal gaan lijken. De ogen zet ik er eigenlijk pas in op het moment dat ik redelijk tevreden ben met waar alle dingetjes, spiertjes zitten in de rest van het gezicht. En wat ook opvalt is dat ik ietsje naar rechts kijk. Dus de irissen vallen dan ook rechts in de oogkassen natuurlijk. En verder, ik heb wat mascara op, wat make-up. Dus daaromheen is het best donker. Ik kijk ook hoe de oogleden vallen. Waar ongeveer de pupil zit. En die pupillen zijn dan best wel weer heel bepalend voor de kijkrichting waarin iemand kijkt. Dus dat is altijd wel lastig. Ik zal nog een extra tutorial doen over de ogen. En dan zal ik het allemaal wat groter tekenen, zodat het nog beter te zien is. Maar hier zeg maar gaat het puur om de richting en het even het aangeven van hoe dat dan ongeveer zou zitten. Nou, de wenkbrauw die kan ik mooi over dat bot heen tekenen. Het is best een vooruitstekend bot, zeg maar, waar de wenkbrauwen overheen gaan. Mijn linker wenkbrauw zit wat hoger dan de rechter. Dus ik trek mijn spieren ietsje omhoog aan de linkerkant. Dus ook grappig om waar te nemen. Dus het is heel veel waarnemen. Het is eigenlijk schetsmatig de boel in kaart brengen, zullen we maar zeggen. Dan wil ik toch ook een beetje kijken naar die schaduwen. Dus ik heb dat fotootje er weer bij gepakt waarin ik... in kaart heb gebracht hoe ongeveer de schaduwen lopen. En schaduwen kunnen altijd heel erg meehelpen aan het krijgen van enigszins gelijkenis. Dus ik probeer het wel. Ik ben er eigenlijk niet zozeer naar op zoek dat het al meteen helemaal moet lijken. Ik ben al blij als er een overtuigend gezicht, een overtuigend portret op het papier terecht komt, zeg maar.
En het kijken naar die schaduwen. En daarbij vind ik echt dat die Reilly-lijnen heel goed helpen. Dus je kunt, als je eenmaal snapt hoe die spieren om die schedel heen zitten en hoe die zich gedragen, zeg maar, dan wordt het ook makkelijker om schaduwen in te tekenen. Ik teken nog even wat make-up om mijn ogen. Best wel donker, vrij. Dat is oogpotlood, zeg maar, en een beetje mascara. Dus, maar wel heel typerend voor mij. Ja, ik heb altijd een beetje een oogschaduwtje op. Dus als dat zo is, dan teken ik dat ook zo, zeg maar. Ik geef verder ook nog een beetje kleuren in. Grijstonen, zeg maar. In het haar, de bovenlip. Lippen zijn natuurlijk altijd goed doorbloed en donkerder dan de rest van het gezicht. Maar ik probeer ze niet te donker te maken. Dus ik blijf een beetje in een middentoon qua grijswaarde, zeg maar. En verder, ja, probeer ik zo goed mogelijk dus die schaduwen te benadrukken en te benaderen, zodat dat om me nabij klopt en op de juiste plek terechtkomt. Ik heb hier het rechteroog misschien ietsje te hoog ingezet, maar het stoort me niet, dus dan laat ik dat staan. Als ik dan een volgende schets maak, dan zou ik hem bijvoorbeeld ietsje lager tekenen. Het is soms heel goed om tekeningen bij elkaar te pakken en te zeggen van oké, hier zou ik meer dat doen, of dat oor zou ik iets lager of hoger zetten, of het oog toch iets meer anders plaatsen in het gezicht. Maar dat is het hele tekenproces. En dat maakt het ook juist allemaal zo leuk. Dus ook al ben je een keer niet tevreden met een tekening, bewaar hem, verbeter hem en archiveer het ook. Zodat je je tekenproces, je leerproces ook goed in de gaten kan houden. Portretten tekenen is natuurlijk geweldig leuk om te doen. Maar het is ook echt heel, heel moeilijk. Dus om goed te worden zal je er gewoon een heleboel moeten maken. Foutjes maken en van je foutjes weer leren. Goed, hij lijkt er een beetje op. Ik ben best tevreden. Bedankt voor het kijken. Misschien zie ik je op mijn Patreon-pagina. En anders natuurlijk volgende week vrijdag. Groetjes van Lieneke.